Jens, welk gevoel geeft dit hier vanavond allemaal voor jou? Ja, dat is fijn. Hè? Dat is heel tof. Dat is heel overweldigend eigenlijk ook wel een beetje. Heel veel pers hier aanwezig. En het is sowieso super cool om hiervoor gevraagd te worden. Ik doe dat met heel veel plezier. Het is ook een categorie dat ik mag uitreiken, een alternative, die wel echt bij mij past. Ik ben zelf ook veel met muziek bezig, mag ik toch wel zeggen. En ik ken de bands ook goed die geselecteerd zijn. Dus ja, ik vind het echt wel spannend en tof. Ja. Ben je nu bezig met hoe, zal ik het zeggen, hier vanavond? Nee. Dus het is... Mogen we gerust zijn? Je mocht allemaal op jullie twee oren slapen. Nee. Ja, jij weet meer, denk ik. Jij weet meer. Dat zou zeker wel zijn. Met Jens weet je nooit. Ja, dat geef ik wel eerlijk toe. Maar ik durf al eens raar uit de hoek komen, maar voor het programma zijn we vanavond niet bezig. Of toch, of niet. Ik weet het niet. Ah, het is toch een twijfel. Ja, een beetje toch, ja. Jens, zijn er muzikale plannen? Bij jou? Nee, ik ben ongeveer even toonvast als de Labrador op een staart dat er net is getrapt. Dus ik ben absoluut niet, zelf niet bevaardigd in muziek maken, maar ben wel een zeer grote fan. Die moeten er ook zijn, hè. Valentijn komt eraan, Jens. Mag ik vragen, hoe ga jij dat vieren? Met dame naast jij of zo? Ja, de jonge dame hier naast mij mag ik sinds kort mijn lief noemen. En voilà, dus ik ben heel blij. Dus dat wordt een leuke Valentijn, denk ik. Hè? Hoop ik. Mag ik vragen jouw naam? Lauren Versnek. Mooi, heel mooi. Dus Valentijn wordt heel mooi gevierd. En we hopen dat we het tot dan halen. Hè. Er kan nog van alles gebeuren vanavond en in de komende weken. Maar we gaan ervan uit dat het een toffe dag wordt. Ja. Ik denk dat jullie stevig gaan vieren vanavond in het laat. Dat hoop ik ook. Dat is daarvoor dat we komen uiteindelijk. Die in Award allemaal goed en wel, maar daarna mag er ook wel nog een glaasje volgen, hè, toch? Ik wens jullie beiden heel veel succes toe. Dankjewel. Merci.